Yes, ook ik heb eindelijk de glow skin in Fortnite, dames en heren. En vandaag gaan we daar een potje mee doen. Maar eerst, voordat we dat gaan doen, wil ik Lars heel erg bedanken voor het fixen van deze skin. Want als je deze skin wil, check dan zo eens eventjes de Instagram link in de beschrijving van Lars. Lars heeft eigenlijk een soort van site waarbij hij dit doet. Hij heet Lars Leon Services. Dus ga zo eens even checken. En als je deze skin wil, haal hem dan sowieso bij hem. En we gaan dus gewoon kijken, dames en heren, of wij met deze skin wat lekkers kunnen gaan doen in zomers. Ik heb er in ieder geval super veel zin in. Ik hoop jullie ook. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan sowieso even op mijn kanaal. Ben natuurlijk een hele grote baas. Dikke shout-out naar deze mensen voor het abonneren. En weer nou een shout-out. Abonneer dan sowieso op mijn kanaal. En wie weet krijg jij die morgen. Maar voor nu ga ik niet langer ophouden. Want we gaan kijken of deze skin chillt. Dames en heren, we gaan naar de game. Dus ik zou zeggen, let's go. Oké, dames en heren. Als ik dus dadelijk op Battle Royale klik, zou ik een gift moeten krijgen. En dus de nieuwe glow skin moeten hebben. Dus ik ben heel erg benieuwd. We gaan gewoon op Battle Royale klikken. En we gaan zien wat er gaat gebeuren. Ik ben echt hartstikke benieuwd. Gaan we hem krijgen, ja of nee? Ja. Kijk, we hebben een gift. Hope you like this gift. Good luck from... Daar moeten we niet naar kijken. Maar we gaan hem openen. En als het goed is, zit hier dus de nieuwe glow skin in. Oh mijn god, let's go. Kijk eens aan. Daar is die. Oh mijn god, we hebben de nieuwe glow skin. De Aura of Victory glows bright. Let's go. We got him. Deze krijg je dus alleen maar met een bepaalde telefoon weer als het goed is. Dus in ieder geval hartstikke bedankt Lars Leon Service. Dus check sowieso even de Instagram link van hem in de beschrijving. Want hij heeft ervoor gezorgd dat ik deze hele mooie skin krijg. Oh mijn god. Oké, we gaan hem gelijk even aanzetten natuurlijk. We gaan hem gelijk even aanzetten. Het is natuurlijk een epic skin. Oh, wat is die sexy. Deze skin is echt sexy. Oh mijn god. We hebben nu gewoon letterlijk zowat elke aparte skin in Fortnite. En dat is ook mede dankzij deze guy. Dus nogmaals, dikke shout-out naar hem. Volg hem eventjes op Instagram. En check sowieso eventjes de link in de beschrijving. En ik ga eventjes zorgen dat de setup waarmee ik wil gaan spelen mooi staat. En dan gaan we er eventjes een potje Zone Wars mee spelen. Dus ik ga even deze skin fixen. En dan zie ik jullie zo meteen bij een potje Zone Wars. Dus tot zo. Oké, dames en heren. Game nummer 1 met de nieuwe glow skin. Ik heb hem aangepast zoals ik hem mooi vind. Ik speel namelijk met de Butterfly Backlink als ik het goed heb. En met de Reaper Pickaxe. En natuurlijk gewoon de camo die hier heel erg bij zat. En we spelen gewoon een potje Zone Wars solo. Oh mijn god, dit is lekkere loot. Dit is lekkere loot die ik hier voor mij zie. Kijk eens aan, dit willen we hebben. Geef deze maar aan mij. Ik ben benieuwd hoe het gaat. Ik ga gewoon mijn best proberen te doen om een lekker potje van hier neer te zetten. Dus laten we gewoon gelijk gaan beginnen. En ik ga gelijk omhoog bouwen. Ik ben benieuwd tegen wat voor enemies ik zit. Dus show yourself enemies. Show yourself bruvs. Ik heb niet zo'n hele chille spawnplek, of zeg ik het zelf. Auw, ik ben al gesnijd. Ik ben al gesnijd en ik wil niet naar beneden geschoten worden. Hold up, dat gaat eigenlijk wel gebeuren. Dus laat me even hier weg. Dat bedoel ik, ik word naar beneden geschoten. Even die chug splash innemen. Zo. Laat me even hier naar binnen gaan. Laat me hier even naar binnen gaan. Even rustig hoor. Auw, ja bro. Jullie zijn goed, I know. Ik ben niet zo goed. Goeie headshot. Bye bye, thank you. Ik weet niet of iemand me probeert te pushen of niet. Ja, iemand probeert me te pushen. Ik word gelaserd. Ik zet mezelf vast in de storm. Nice. Nice, dat is een kill erbij. Ja, ik moet reloaden. En neem je niet in. Oké. Hold up. Die ging daar maar niet door. Die heeft me wel door. Zo is weak. Die persoon is weak. Laat me healen. Oh mijn god! Die snij was wel raak, hè? Die snij was raak, I know it.
Ik weet dat die snipe raak was. Dat vind je niet leuk. Ik moet hierheen. Ik weet niet of zij weet dat ik hier zit. Kom, edit eruit. Please. Ik ga snel worden. Kut! Ik was weg! Nee! Oh, dit was een spannend eerste potje, gek. Dit was een spannend eerste potje. Had ik maar 2 kills? Oh, shit. Oké, nou ja. Hoeveel zijn we geworden? 2e of 3e dit potje? Ik weet het niet. Oh, we gaan gelijk door naar de 2e ronde. Fuck. Oh, deze had ik moeten hebben, man. Deze had ik moeten hebben. Deze persoon had ik al eerder kunnen killen. Alright. Maar dit zorgt er wel voor dat ik steeds weer beter word in de game, gelukkig. We gaan gelijk door met ronde 2 als het goed is. Dus ik ben benieuwd wat ronde 2 voor ons gaat brengen. Even kijken. Oké, jongens, ronde 2. Here we go. Wat is de loot? Een normale pump. Oké, dit is op zich wel oké loot volgens mij. Dit is op zich wel oké loot. Hold up. Wat hebben we hier nog? Oké, dit. Hoppatee. Dit staat allemaal goed. Let's go. We're ready to go. We are ready to go. Zou ik zeggen. Where are the enemies at? Where are them enemies? Daar zit er 1. Dat was mis. Dat was ook allemaal mis. Lekkere eventjes. Lekker bezig, bro. Oké, daar zit ook iemand. Wacht. Oh, goede aimchess. Ik moet echt even aan mijn aim weer werken, jongens. Ik moet echt weer even aan mijn aim werken. Hold up. Deze guy heeft een goed wapen, die wil ik hebben. Deze guy heeft een goed wapen, die wil ik hebben. Thank you. Hij heeft ook een scar, nice. Slurpee neem ik mee. Oké, let's go. Doormoven. Niet wegtrekken voor de chest. Naar beneden. Hoppatee. Ik weet niet waar iedereen is gebleven. Goeie highground heb ik hier. Zijn dit de enige persoon nog over hier ofzo? Oh, hij is weak. Ik ga eerst niet pushen. Thank you. Waar is iedereen? Spannend potje dit. Zij is weak. Ik kan niet schieten. Thank you. Oké, we zijn nu binnen, man. Let's go, we zijn binnen. Oh, wat een lekker potje was dit. Dit was een lekkere 2D game, jongens. Woe! Hoeveel kills hebben we gepakt? 4 elims gepakt. Let's go. Oh, deze was lekker. Let's go. We gaan gewoon gelijk door naar ronde 3. Ook deze skin geeft het best wel veel power. Eerste ronde was matig. Tweede ronde was vuur. Dus we gaan nu de 3e ronde beginnen. En ja, misschien, ik weet niet wat we kunnen betekenen. Back to backje, I don't know. Blauwe pump in ieder geval. Oké, we hebben loot. We got loot for deze. Zo. Let's go, we gaan gelijk beginnen. Ik weet niet op wat voor plek ik ben gespand. Het maakt me ook niet heel veel uit. Alhoewel, het maakt me eigenlijk wel heel veel uit, want... Die plekken bepalen eigenlijk, dat bedoel ik.
Of je goed zit, ja of nee. Laten we gelijk die grote pot innemen. Kom op, jongens. Woe! Ik vind deze game mode zo leuk, hè. Ik hou zo van deze game mode. You don't wanna know. Oké, diegene zit daar. Ik ga naar beneden gehakt worden. Fucking bitch. Ik weet niet wie dat gedaan heeft, maar je bent echt een pussy. I don't know who did that, but you are fucking triest. Wee. Waarom, wat is hier aan het doen, jongens? Oké, daar gaat iemand komen. Of, daar komt iemand. Oh. Ik ga deze persoon even pushen. We moeten even pushen, jongens. We moeten even pushen, vind ik. Wow. Oh, hij langs pet. Pushy! Where are you going, bruv? Oh, wat? Kan je daar op landen? Serieus? Ik wist niet dat je daar op kan landen. Oh, shit. I fucked up. Wat doe ik allemaal, Chess? Ik heb ook geen steen meer, zie ik nu. Kom hier, bro. Kom hier, bro. Goeie play, goeie play, goeie play. Domme play van mij, dit. Oh. Thank you. Oh, ik heb high ground op hem. Niet weer, niet weer. Wow, ik heb geen mes meer. Nee, ik had geen mes meer. Ik heb nog zo'n headshot. Oh mijn god. Deze game. Hij had zo weinig health nog. Oh, deze game, jongens. Oh, hij heeft fucking veel geluk. Oké, let's go. Ronde 4 gaan we nu heen, volgens mij. Voor mij gaan we nu naar ronde 4. Oh mijn god, ik hou van deze game. Ik hou van deze game, jongens. Echt waar, deze game is zo nice. Ik zweer het je, broer. Oh, deze guy. Als ik deze had geturnd, had ik mijn controller door mijn kamer heen gegooid. Oprecht. Als ik deze guy had kunnen turnen, had ik mijn controller weggegooid. Oh my god. Shit, ik bouw hiervan. Ronde 4, here we go. Oké. Goeie shotgun hebben we nu. We hebben nu in ieder geval echt een chiller shotgun. We hebben nog niet echt lekkere shotguns gehad. Ja, een blauwe pump is wel lekker. Ja, doen we rocken maar zo. Zo. Launchpad, doen we even inzetten, zo, hoppatee. Oké, ik span nu eindelijk een keer chill. What's the game plan, boys? What's the game plan? Waarom zie ik hier niemand? Oké, mijn aim echt, jongens. Ik moet even mijn aim nog gaan trainen. Dat is één dingetje wat zeker is. Ik heb ook zo'n stormbubble shoot ding. Oh, shit. GG. GG. Nou ja, we kunnen gelijk door naar de finale ronde. GG. Tot naar ronde 5, jongens. De finale ronde, dames en heren. Hier gaat het om draaien. Wie gaat deze winnen? Ik heb geen idee. Maar we gaan proberen die wel wat langer vol te houden dan het vorige potje. Oké, we hebben echt een shit AR. Dat is één ding wat zeker is. Die staat goed. Oké, nice. Hier gaan we mee proberen. Hier gaan we het mee proberen, jongens. Here we go. Hier gaan we het mee proberen. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd tegen wat voor mensen we spelen. Hetzelfde natuurlijk als net, dat is logisch, yes. Maar waar zijn deze mensen? Where are those people? Dat is in ieder geval eentje die al gehit is. En ik ben gekilled. Ik ben zo'n fucking noob.
Ik ben zo'n fucking noob. Ik dacht even dat ik een andere shotgun bait had. Ik weet niet wat ik heb gedaan. Ik begon zo chill aan dit. Maar ik heb het zo kut afgemaakt. Oké, we lieven de game gelijk. Ik hoop dat jullie deze video leuk hebben gevonden. Smash even dat blauwe duimpje omhoog. Natuurlijk, ja, Lars, heel erg bedankt voor het fixen voor deze skin. Wil je deze skin hebben, check dan even de link in de beschrijving natuurlijk. En dames en heren, super bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop jullie morgen om 6:30 weer te zien bij een nieuwe video op mijn kanaal. Dus vergeet niet te checken. En dames en heren, tot morgen. Dus, doei doei.